twee culturele grootmachten van Groningen hebben vanaf vandaag besloten elkaar het licht in de ogen te gunnen. Samen presenteren wij u daarom Cultuur 050. Streektaal. De Friezen zijn er ontzettend trots op. Veel Friese muzikanten boeken net als bijvoorbeeld het Drentse Skik landelijk succes met hun muziek in streektaal. Maar hoe zit het eigenlijk met de Groninger streektaalmuziek? Meneer, kunt u wat Groningstalige muzikanten opnoemen? Edestaal is de enige. Maar ik woon in Drenthe, dus ik kom er daar niet logisch uit. Sorry hoor. Ik ken alleen Edestaal. Ja? Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Dat was uit mijn tijd en dat vond ik heel erg leuk en dat sprak mij aan dus. Kijk, dat is de oudere generatie heeft een andere interpretatie van de muziek. Het is de lucht achter Roerhoezen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lijns naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de Meuns, ben de Moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep. Wat doet het Huis van de Groninger Cultuur eigenlijk precies? Nou, het Huis van Groningen Cultuur is eigenlijk een instelling die zich bezighoudt met alles wat maar te maken heeft met het immateriële erfgoed van de Groningen. En een van de substantiële dingen daarvan is de taal en het Groninger. Wat voor beeld heb je bij Groningstalige muziek? Boers. Ja, boers. La 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 la. En wat kunnen zij betekenen voor de Groninger muzikanten? Nou ja, dan zeg ik gewoon, dan hebben we echt een aanjoogfunctie. Een heleboel Groninger muzikanten zoeken elkaar op. Mm-hmm. En wij zijn een steuninstelling en soms help ik mee met teksten verbeteren en nakijken. Of mensen een beetje bijscholen. Kun je wat muzikanten opnoemen? Van Groningse muzikanten? Ja. Eigenlijk niet. Nee. Ja, we hebben natuurlijk ook ook zo'n jaarlijkse dag van het rol. Dan hangt de vlag uit en dan... Een groot onderdeel daarvan is toch muziek, want dat is op dit moment wel het bruist echt. Hoe komt dat nou? Nou, ik denk dat men het voor zichzelf gaat ontdekken. Dat, je weet, we zijn mobiel, we kunnen alle minuut naar Turkije, we kunnen naar Amerika. En we gaan op bezoek naar de hele wereld. Maar we ontdekken nu ook iets eigens te hebben. Luisteren jullie wel eens naar Groningstalige muziek? Nee, nooit. Nee, nooit. Nooit? Nee. Waarom niet? Ik weet niet, ik vind het niet zo mooi klinken. Ja, liever Engelstalige muziek. Het ligt of elke ooit in leem vergaat. Geef ik die warmte, kom noor die touw. En wat ik dan ook heel interessant vind. Ik ben Groninger van huis uit, ik heb mijn huid leem proord. Maar dat er nu een club opstaat die passief het weet. Maar dat nooit gesproken heeft en dat hij dan in het Gronings gaat zingen. Dat heb je met Zwender, heb je de, een mooi voorbeeld. En natuurlijk Marlene Bakker. Ik hoor van star als de zon valt. Herst de mensen en bestuur. En kan je zien kant. Marlene Bakker. Een opvallende zangeres binnen het Groningstalig circuit. Ze is jong, een geboren en getogen Groningse en heeft gestudeerd aan een rockacademie in Tilburg. En onlangs heeft ze haar nieuwe single uitgebracht, Heuft als Helm. Op mijn 17e ben ik verhuisd naar Tilburg om daar aan de rockacademie te studeren. En toen deed ik alles nog in het Engels. Dus ik schreef mijn eigen liedjes in het Engels en ik trad op met Engelstalige teksten. Maar op een gegeven moment toen werd ik me zo bewust van mijn eigen roots. Ik begon Groningen zo ontzettend te missen in Brabant. Dat ik eigenlijk op zoek ging naar Groningstalige muziek. En al snel weer bij Edestaal uitkwam natuurlijk. En ik dacht van wow, dat is eigenlijk wel hele mooie muziek. En misschien is het tof om daar zelf ook iets mee te doen. Dus dat speelde altijd wel een beetje in mijn achterhoofd. Maar ik dacht van, daar zit niemand op te wachten. Weet je wel, Groningstalig, wie vindt dat nou leuk? Maar dat bleef toch wel een beetje in mijn achterhoofd zitten. Dus 4 jaar geleden ben ik toch begonnen met Groningstalige muziek. Toen ben ik gewoon 1 optreden gaan doen. Nou, ik ga gewoon kijken hoe dat werkt, of mensen het leuk vinden. En als ze het stom vinden, hou ik er meteen mee op. Maar als ik toffe reacties krijg, ga ik ermee door. Ik hoef van star als de zon valt. Herst de mensen en bestuur. En kan je zien een kant. Dat zijn dat wie ons nijd lonken. En dat wie verbonden en wie nijd.
Ik, is dat met Groningen? Ik weet niet, maar ik denk dat je pas echt bewust wordt van je roots als je even ergens anders hebt gewoond. Ik denk als ik hier was blijven wonen, was het misschien veel minder sterk geweest. Maar ik had zo'n heimwee naar de stad, naar de mensen, naar het landschap. Gewoon het hele plaatje. Dat denk van shit, wat mis ik het en ik wil echt terug. Dus op een gegeven moment ben ik ook gewoon terug verhuisd. En sindsdien woon ik in de stad en ben ik echt dolgelukkig dat ik gewoon weer hier ben. En nou ja, Groningstalige muziek maken. Doebissen aan de wereld, oeroege wind waait zonde richting. In die nood, doe denkst misschien is er wat mis met me. Omdat doe twijfel staan die liefde. Mooi Marlene, alles met je. Ja, chaos. Mooi. Ja, chaos. Hoi, Rob Mulder. Hoi. Marlene, Rob Mulder, hoi. En Marlene, heb je een beetje zin in? Ja, zeker. Ja? Ja, echt wel. Is hij mooi geworden? Hij is heel mooi geworden. Mooi vorm gegeven. Ja. Zeedrukje erbij. Gaaf, hè? Dansie erbij. Ja. Tjonge. Doe wijs beter aan. Denk je ook niet dat misschien het publiek dat je dan bereikt beperkt zou blijven? Ja, absoluut. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel, het belangrijkste vind ik dat mijn muziek hier in Groningen en Drenthe en Overijssel en Friesland, dat daar gewoon, dat het daar wel aankomt. Dat vind ik het belangrijkste. En als het landelijk kan, te gek. Maar ik ben niet naïef en ik ga niet denken van, oh, dat gaat doorbreken of in de 40 staan. En dat is ook helemaal niet mijn ambitie. Dus ik wil mooie muziek maken en de mensen die het mooi vinden, super. We zijn in het plaatsje Valthermond, waar Marlene Bakker vanavond voor het eerst gaat optreden met haar nieuwste single hier in dit mooie kerkje. Schoot mij steeds naast om de stenige boom. Op de pennystok naast de laag in onmelden zwaar. Als wie een heugd uit een helm gaat, kon hij een weer zon. Ze zegt ik ben over het optreden? Ja, absoluut. We hebben wat nieuw werk gespeeld en dat was enorm spannend, maar dat ging best goed. Er zaten niet eens alleen maar Groningers in de zaal. Nee, mensen uit Alkmaar en Achterhoek en super gaaf. Dus niet eens alleen maar uit de buurt, maar echt van heinde en ver. Ik ben erachter gekomen dat er ontzettend veel gebeurt op het gebied van de Groninger streektouw. Dit is enkel niet meer volksmuziek of meedijners, maar echt serieuze popmuziek die meer aandacht en meer podia verdient. En zangeres Marlene Bakker is hier een goed voorbeeld van. Dus hou het zeker weten. We noemen het een opera en gelukkig is de